staan hier op landgoed Oldegade in Dwingelo. En achter mij zien jullie de havenzaten Oldegade. Een heel belangrijk huis voor Drenthe en een heel oud huis ook. Het is voor het eerst gebouwd, of de eerste bouwfase is in het begin van de 15e eeuw, omstreeks 1420. En in de loop der jaren heel erg uitgebouwd met allerlei bijzondere details. Het huis is altijd bewoond geweest door de rijke Drentse adel. En dat is eigenlijk in de allure van het pand uitgekomen. Bijvoorbeeld het luxe houtsnijwerk wat hier rondom de entree zit, wat dateert uit het midden van de 18e eeuw. We staan hier in de grote zaal. Dit is een van de oudste onderdelen van het huis. Dit gedeelte is in het begin van de 15e eeuw gebouwd. Omstreeks 1660 kwam Cornelis van Dongen hier te wonen op Oldegade. Dat is een belangrijk persoon in de geschiedenis van Drenthe. Hij zorgde er ook voor dat Oldegade een havenzaten werd. Hij nam plaats in het landschap Drenthe, wat eigenlijk de voorloper is van het huidige provincie. En hij liet de havenzaten verbouwen en uitbreiden. Een leuk detail in dit huis is dat er ook heel veel oude elementen nog aanwezig zijn. Bijvoorbeeld dit behang. Het is behang op jute, wat origineel is uit 1850. En wat nog veel bijzonderder is, is het goudleerbehang, wat ook in het huis aanwezig is, wat dateert uit rond 1700. In 1806 werd het huis gekocht door Aalt Willem van Holte. En al meer dan 200 jaar is het huis en het hele landgoed eigenlijk familie-eigendom geweest. 3 jaar geleden heeft de familie het landgoed geschonken aan het Drentse landschap. En eigenlijk sindsdien zijn we bezig plan te maken voor de restauratie en om het gebouw een nieuwe toekomst te geven.